Een heel goedemiddag, crossliefhebbers. Ik heet u van harte welkom vanuit het Kapermolenpark in Hasselt voor de derde manche in de B-Post Banktrofee. Nijs won de eerste in Ronse, Tom Meuse de tweede op de Koppenberg. En vandaag zoeken we een opvolger voor alweer Sven Nijs, de man die hier vorig jaar won. Nieuw dit jaar is dat ook de vrouwen het veld mochten induiken. We gaan kijken naar Kant en Co en naar een samenvatting van de wedstrijd bij de belofte met commentaar van Michel Wuits. Dit zijn de beloften met Laurens Zweek, Belgisch kampioen in het midden. Altijd in zijn sas op een pittige technische omloop. Maar Van Aert die start pijlsnel. Die heeft Vermeers bijgebeend. Vermeers die een razende openingsronde rijdt. En dan wat worstelt met zichzelf. Maar wat dan van Van der Poel die die tweede boom verkeerd inschat. Een pal op de neus valt. Die was aan een comeback bezig en valt daardoor terug. Dan denkt Van Aert, ja ik ben ermee weg. Van Aert tweede tussen de profs na Nijs in Niel. Dat was puik. Vermeers die beklaagt zich al die snelle start. En wordt dan bijgebeend door Van der Poel. En die twee die gaan een pittige strijd aan. Haasje over een paar keer tot op de limiet. Kijk hier Van der Poel op kracht voorbij Vermeers, maar toch het bochtje afsnijden. Dan denkt Vermeers, nou dat kan ik ook. Binnenkant bocht en jou eruit remmen. Goed zo, mooi dat kijkspel. En dan hier heel erg laat remmen van de West-Vlaming. Van der Poel geërgerd en dan gaat hij natuurlijk lik op stuk geven hier in de zandstrook. Dat is allemaal voor plaats 2, hè? Want vergeet niet dat Wout van Aert dan al urenlang, nou ja, ik overdrijf weg eens. Hij wint in elk geval met glans. En dan de sprint voor de tweede plek. Is er niet eens een sprint meer. Want hier is Van der Poel die Vermeers afdroogt. Merlier wordt vierde, week vijfde en Toon Aerts zesde. En in het klassement van de B-Post Banktrofee staan Van Aert en Van der Poel nu samen aan de leiding met 66 punten. Mooie strijd is dat. Dan naar de meisjes kijken met ook de Belgische kampioenen centraal. Kant en die doet het uitstekend. Zij is de enige die Wyman kan volgen. Harris links in beeld. Leidster in het klassement heeft een mindere dag en geeft snel 20 seconden prijs. Wyman lijkt drie kwart cross de allerbeste, maar op de zandstroken maakt de Kant altijd wel wat terrein goed. Het is haar terrein. Harris voelt de adem van haar landgenote Gabrielle Darren Day en die sluit aan. Dat is voor plek 3. Daar waar het kronkelt neemt Wyman altijd wat afstand. Dan zie je Kant wat met last, maar Kant kan een groot verzet trappen. En in de zandstrook is ze altijd op haar best. Kijk maar, de op één na laatste ronde, dan rijdt ze weg. Ze doet tenminste een poging om weg te rijden van Wyman. En die is helemaal aan de sukkel, gaat dwars, maar komt dan toch weer terug. En wipt er onmiddellijk over. Al zit er niet echt veel kracht op. Maar Wyman die kan natuurlijk een gouden zaak doen in het klassement. Want Harris volgt dan al op meer dan een halve minuut. En die is haar leiderspositie aan het verspelen. Dus denkt Wyman, rij je maar niet omkijken. Ik word de nieuwe leidster. En Kant doet haar uiterste best om aan het wiel te komen. En dat gaat ook. We zijn hier nu aan de op één na laatste bocht. Zeg maar de laatste bocht. En die pakt ze perfect. Recht blijven bij het uitrijden. En dan afronden in de sprint. Kant wint na Emil. Ook hier in Hasselt voor Wyman, die leidster wordt. Day wordt derde, Harris vierde, Aplikova vijfde en Sophie de Boer zesde. Sanne Kant blinkt van vreugde. En Michael van Tournout, de Europese kampioen bij de belofte, die werd hier vandaag zevende. Er was verrassend nieuws van hem, want hij ruilt zijn huidig team BKCP Powerplus op 1 januari voor Sunweb Napoleon Games. Daar wordt hij prof bij de ploeg van manager Jurgen Mettepenningen. En Mettepenningen die liet deze week ook optekenen dat hij een glansrol verwacht van Kevin Pauwels. Anders moeten ze toch eens gaan samenzitten, want Pauwels die heeft dit seizoen nog geen enkele cross gewonnen. Hier is de manager Jurgen Mettepenningen. Vandaag moet Kevin er staan. Dat was ook de afspraak met hem dat we het weekend van Haven zouden staan. Dus vandaag niet meedoen in de finale is voor mij geen optie. Dus hij zal vandaag volgens mij heel goed zijn. Zit dat ergens in jouw hoofd dat hij zo'n uitspraken doet? Nee, ja. Hij heeft makkelijk wel natuurlijk. Maar ja. Als ik niet win, dan is het zo. Dit is wel een parcours dat jou ligt, hè? Want je won hier al twee keer. Jawel, het is wel iets zwaarder dan anders. Maar het ligt me nog wel, ja. Voldoende snelheid? Ja, alleen die zandbakken die zijn vervelend voor mij, maar voor de rest is het een mooi parcours voor mij. Hij heeft ook vaak last van zijn rug, hè? Kevin Pauwels. Raakt dat probleem dan maar niet opgelost?
Nee, blijkbaar niet. Dat is blijkbaar altijd een korte termijn oplossing. We zitten nu in nieuwe handen. Dus Kevin heeft afscheid genomen van zijn vorige kiné. We zijn nu bij een nieuwe kiné mee gegaan. En goed, ze hebben ons toch wel een sterk gemaakt dat het probleem zou moeten opgelost zijn binnen een paar weken, definitief dan. Het is toch dat nu opgelost geraakt. De voorbije jaren had je ook wat last van die rug, hè? En toch ging het toen wel om echt te winnen. Wat is het verschil met nu? Nou, de parcoursen zijn iets zwaarder, denk ik. Dat is ook lastiger voor de rug. En... Wow, ik weet het niet. Nog opvallend nieuws bij jullie in de ploeg. Michael van Toerenhout, die wordt prof vanaf 1 januari. Waarom moest je hem precies hebben? Oh ja, precies hebben. Ik moest hem niet precies hebben. Het was Michael die me gecontacteerd heeft dat hij zich niet goed voelde bij zijn huidige ploeg, bij BKCP. En daar begint alles mee. Dus moest Michael zich goed gevoeld hebben bij zijn ploeg, was hij nooit bij mij geweest. Dat is heel simpel. Maar goed, als hij de jongen is bij mij geweest. En ik vind dat een talent, een heel groot talent, een opkomend talent. En wij hadden zo iemand nodig in de ploeg. Maar nogmaals, alles begint bij de renner zelf. En, het is niet bij mij begonnen, maar bij de renner, voor alle duidelijkheid. En als dat niet gebeurd was, had hij sowieso bij mij niet geweest. Dus dat was voor mij eigenlijk het punt om hem toch bij ons aan te trekken. Dat hij hem zich niet goed voelde bij zijn huidige team. Maar goed, als er een som moet betaald worden, dan zal ik die met veel plezier betalen. En dan is de zaak onmiddellijk gesloten. Nog één ding, zijn broer Dieter van Toerenhout, komt hij ook? Van zodra Dieter weg kan bij zijn team, zal hij bij ons komen. Dus ik hoop vanaf 1 januari niet al. Maar als dat niet het geval is, dat volgend jaar zijn. Maar ik heb Dieter vandaag nog niet gezien, dus ik weet het niet. Maar in principe komt Dieter ook bij ons, ja. Bij anderen ga je ook naar Sunweb Napoleon Games, zoals je broer. Voor mij is het nog vroeg dag. Ik heb nog een contract tot eind volgend jaar bij BKCP. Dus... Dus nu even afwachten. Dus vandaag probeer ik toch gewoon te constateren op de cross. Dat is toch voorlopig het belangrijkste nu. Hoe voelt dat eigenlijk om gelinkt te worden aan jouw jongere broer, wat betreft de keuze van een ploeg? Voor ons is het toch wel belangrijk dat we samen in één ploeg kunnen rijden. Eigenlijk. Dus als twee broers is het sterk. Maar ik zal niet zeggen normaal, maar het is toch veel plezant en veel aangenamer om in dezelfde ploeg te zijn. Je zei net de focus op de koers van vandaag. Ja, die koers ligt jou, hè, want vorig jaar was je hier vijfde. De laatste keer was ik hier 2x5, dus het is niet vandaag wel iets zwaarder dan andere jaren. Maar de conditie is ook niet zoals ze zou moeten zijn, maar ik probeer toch... Ik zal toch sowieso proberen om zo dicht mogelijk te zijn, natuurlijk. Ja, Dieter van Toerenhout was hier dus vorig jaar vijfde. Eén plaats beter dan Bart Welles, die hier vandaag zijn comeback maakt. Welles die miste twee crossweekends door een rugblessure. En ook Tom Meeuwse is er opnieuw bij. Meeuwse die moest afgelopen maandag in Niel nog passen met een voetblessure. En hij start hier vandaag met een brace aan zijn voet. Tom Meeuwse, jouw voet ziet er wat dikker uit. Je ziet het niet echt goed, maar er zit een brace onder. Hè? Hoe moeilijk is het om daarmee te crossen? Ja, dat is vervelend. Maar ik ben blij dat die brace er is en kan ik rijden. Want anders had ik tijdens het afstappen en zo heb ik toch wel veel last. Dus ik ga vandaag zoveel mogelijk de hindernissen proberen fietsen te nemen. En mijn voet zoveel mogelijk sparen vandaag. Voorzichtig zijn met die voet? Ja, voorzichtig is moeilijk op een parcours als deze. Het is vrij technisch, waar je op techniek toch wel verschil kunt maken. Dus het is eigenlijk spijtig voor mij, want ik rij hier wel graag. Bart Welles, hoe voelt het om opnieuw klaar te staan om aan een cross te beginnen? Het is plezant om er terug bij te zijn, sowieso. Want de laatste twee weekends dan, was vooral mentaal niet gemakkelijk. Omdat er gaan weken voorbij met de crossen die ik het allerliefste doe. Zoals Niel, Hammezoggen. Daarmee ben ik er blij dat ik hier in Hasselt terug bij ben. En hoe is het nu met die rug? Dat is voor mij ook zelf nog een beetje koffiedik kijken. De trainingen gaan echt wel goed, maar het zijn allemaal rustige trainingen. Ik heb 2-3 keren naar de zee en terug een keer gereden dat ik 5-6 uur op mijn fiets zat en dat ging perfect. Maar als ik dan met de ploegtraining ga trainen, kan ik wel even voluit gaan, maar dan begint hij ook een beetje tegen te sparren. Dus heb ik direct gasten genomen, dus ik weet niet wat in de koers gaat zijn. Dus het is een beetje koffiedik kijken, maar ik ga proberen gewoon te genieten, ondanks dat het misschien niet 100% gaat zijn. Maar ik ga mijn eigen wel terug ten volste geven. Klaas van Toerenhout, hoe is het met de buikloop? Ja, we moeten rekenen. We hebben de laatste wedstrijden enorm veel modder binnen gekregen. En, dat gaat via de mond ook binnen en zo krijg je er al bacteriën binnen. En, de hele week een klein beetje
Niet erg. Ik zal het zeker daar niet op steken als het iets minder is. Maar ja, het is nog niet helemaal in orde, maar we zullen wel weer er vol voor gaan vandaag. Oké. Sverijs, je hebt het parcours al eens even verkend. Hè? Vertel eens, hoe ligt het erbij? Vrij droog, naargelang het toch nog geregend heeft deze week. Maar het is vooral aan de balkenstrook dat er heel veel modder is. En net daarna in de post. En dat zou eigenlijk de enige 100 meter zijn waarvoor je Rino zou kunnen gebruiken. Voor het indraaien in de post. Dus ik heb gekozen voor dat risico toch aan te gaan met het gewone profiel. En iets voorzichtiger in de bochten. En als ik voel dat het niet lukt, dan kan ik nog altijd overschakelen. En hoe ga je het daar aanpakken in die zone met die twee balken? Die zijn minder belangrijk omdat iedereen van de fiets zal moeten. Het probleem is, als je springt, is het risico heel groot als je landt dat je jezelf helemaal in de modder graaft en over de kop gaat. Je moet echt al heel veel snelheid hebben. En je hebt ook geen snelheid voor de tweede. Dus iedereen gaat van de fiets moeten. De zandstroken gaan meer cruciaal worden. En positie kiezen. Hè. Ik denk dat hier vierde, vijfde man zit, dat echt dodelijk is. En toch geen risico's nemen op die balken in de laatste ronde als het er echt om spant? Ik denk niet. Ik denk dat ik het niet ga doen, omdat het risico om over de kop te gaan is heel, heel groot. Je graaft jezelf helemaal in. En het zou best kunnen als je dat ene keer doet dat dat meevalt, maar daar ga ik me niet aan wagen. Ik denk dat er plaatsen genoeg zijn om het verschil te maken. Niels, wat vreemd is als je naar de erelijst kijkt van deze cross, dat jij daar niet bij staat, terwijl dit toch echt wel een cross voor jou is. Ja, het is wel een beetje een parcours dat mij normaal gezien moet liggen, maar we hebben die afgelopen jaren altijd wel een heel rappe cross gehad. En dat ligt mij dan wel iets minder, maar gelijk als het parcours er vandaag bij ligt, is het toch vrij veel schuiven en redelijk wat allerlei stukjes lopen ook eigenlijk. En dat is zeker niet slecht. In de zandbakken, daar zal het gebeuren vandaag, zei Sven Nys ons daarnet. Ja, daar wordt over het algemeen de koers hier wel zo'n beetje gemaakt. En er ligt net een zandbak voor het opdraaien van de aankomst eigenlijk. Nu, het is spijtig dat ze dan eigenlijk daar nog een hele hoop lussen hebben ingetrokken richting de aankomst dan. Maar ja, daar gaat de cross zeker wel mee beslist worden, ja. Wat vind je van die zone met de balken? Ja, die balken liggen daar nu, maar dat is nu slijk, dus je kunt toch niet springen. Dus je kunt misschien wel springen, maar dan gaat mijn gezicht op een tweede balk gaan. En dat gaat niet zijn deugd doen, denk ik. Ja, tot zover de antwoorden van een aantal protagonisten. Goed, wie wint de 9e grote prijs van Hasselt? Wint Sven Nys hier voor de 4e keer? Niels Albert misschien voor de 1e keer? Of kan Kevin Pauwels hier voor de 1e keer dit seizoen winnen? Nog veel vragen. Nu krijgt u de antwoorden met commentaar van Michel Wuits en Paul Herijgers. Dag dames en heren. Live nu, dit is nog maar de 9e editie, dus Hasselt, dat is een bitter jonge cross, maar het is een stadscross, dus een paracross. En wellicht is dit ook de toekomst van wereldbekercrossen naar de grootsteden gaan, naar Brussel, naar Parijs, naar Madrid of naar Barcelona. En onderweg vooral Hasselt ook blijven uitbouwen in deze Bpost Bank Trofee. Het is de derde manche, een derde op een totaal van 8 en het is de eerste vlakke. Met een parcours van 3 kilometer en 20 meter, waar nogal wat lussen getrokken zijn, maar toch ook voldoende lange stukken. En er zijn vooral 2 zandbakken waar verschil kan gemaakt worden. Die bomen van vorig jaar liggen er ook nu nog, maar zoals je dat hoorde van de renners, ze zijn moeilijk om te pakken van op de fiets. Vraag dat maar aan Mathieu van der Poel, die er ferm op zijn snoet ging. Veel belangstelling ondanks het koude weer. We halen een graad of 4-5. U zult Nys 3 keer ontdekken op deze erelijst. U ziet ook de knecht die toen van Nys als ploegmaat bij Rabobank een vrijgeleide kreeg, ook wel eens profiteerde van een tactisch gedoe in de achtergrond. Stibar Pauwels tot 2 keer toe. Dat ging toen met het mes op de keel, keihard tot op de streep en vaak in de sprint beslecht. Kan Pauwels dat nog of kan hij dat weer? Dat is een van de talloze vragen. We zitten in een moeilijke fase van het seizoen. Je hebt de enkel van Meuse, de rug van Bina, de buik van Klaas van Tornhout, de rug van Welles en dan ook nog eens de buik en de rug van Pauwels. Iedereen sukkelt zo wat. Hè? We zijn een derde van het seizoen ver, Paul. Is dat de logica zelf, dat de lijven beginnen af te zien? Nou, het is toch opmerkelijk dat er zoveel eigenlijk slachtoffers zijn die dat akkefietjes. En dat is nu eenmaal zo, dus een veldrijden, topsport. Je mocht er niks markeren, maar ook niks. En dat wordt iedere keer wel fataal afgestraft. De vraag is hoe snel raak je daardoor? Raak je verlost van die ellende? En daarom is deze cross toch wel belangrijk. Dus dat is niet het allerzwaarste
dat de renners eigenlijk onder de wielen geschoven krijgen en een heel breed publiek om dikke prijzen te verdelen vandaag. U zag daar net het klassement. Het gaat om de tijd, dat hebt u al wel begrepen. Nog eens zeggen, voor zij die nu instappen in de cross, dat er drie regelmatigheidscriteriums zijn. Je hebt de superprestige, je hebt de wereldbeker, dat is eigenlijk nummer één. En dan deze zeer interessante B-Post banktrofee, de vroegere Gazet van Antwerpen trofee. Derde manche daarvan. En dat wordt dus met de tijd beslist, zoals een ronde wedstrijd op de weg. Nijs heeft 45 seconden voorsprong op Albert. De Klaas van Tornhout staat op 1.13. Van Amerongen die vindt je al op 1.48. Dus gaan we eigenlijk naar een duel. Maar let op, bij slecht weer, als je enkel diep wegzakt, bijvoorbeeld in Loenhout of straks nog verderop in Baal op Nieuwjaarsdag, dan kan nog veel. Maar hier wordt meestal met seconden gespeeld. Ja, maar we hebben straks ook gehoord van vele droge edities. Nu, het valt toch wel mee, hè, dat brave parkje dat we kenden, is nu toch wel echt cross. Gaat dat voor tijdsverschillen zorgen of niet? Dat gaan we binnen de kortste keren weten. Het Kapermolenpark. Maar zeer de vraag of hier volgend jaar zal georganiseerd worden, want dat Kapermolenpark dat wordt grotendeels heraangelegd. En dan is de vraag, gaan we dan klaar zijn om hier een 10e editie neer te planten? Oeps, we zijn er mee weg. Belangrijk die start. Ik kan je ook al meegeven dat als je hier lek rijdt of stukken krijgt onderweg, dan zit je met een bijzonder groot probleem. Uiteraard is Lange Klaas uitstekend weg en gaat hij beletten dat hij in de bocht geringeloord wordt door een ander. En pakt hij ook uitstekend die volgende bocht. Hij is wel rechtop gebleven, hè? Ja, dat heeft ooit anders geweest. Maar nu, ja, eerst de bocht ingaan, een klein beetje ruim dan om niemand te laten passeren. Meissen komt dringen. En dat is ook nodig, hè, want binnen de kortste keren, eerste zandstrook. Ook Bina komt dringen. Ik heb de indruk dat op Albert na de groten toch behoorlijk weg zijn. Albert in circa 16e, 17e positie. Maar dat was hem ook overkomen in Hammershoggen. Daar was hij wel wat beter weg, maar dan raakte hij een paaltje waardoor hij op plaats 5-26 terecht kwam. Maar wat kwam hij toen razendsnel vooraan weer postvatten. Hier gaan we naar zandstrook 1. Paul dus. Ja, Klaas van Tornhout. Geen problemen. Het is dan ook klammig het zand. Het is niet het allermoeilijkste zand. Maar er zijn toch renners die dat dus opteren om te gaan lopen. En dat is ook zeker niet verkeerd. Wel eens zien we daar nummer 7. Met die rug, met die ontstoken tussenwervelschijf. Met een infiltratie zou dat toch moeten opgelost zijn na een lange rustperiode. Maar dat rugprobleem dat is zeer hardnekkig bij Welles. Zal meer dan waarschijnlijk steeds weer terugkomen. Het zal een kwestie van doseren zijn en af en toe pieken naar een tussencross die hem ligt. Maarten. Ja, Albert zelfs slechter weg dan 16e en 17e plaats. We hebben hier net zien doorkomen na die eerste zandrook in een 23e positie. Kevin Pauwels die heeft wel geluisterd naar zijn manager. Die rijdt in 5e positie. Dan moet hij daar het bochtje omkomen in het spoor van Walslepen. Dat is ook zo. Ook de mannen van Quadro staan al zijn uitstekend gestart. Ook Nijs is goed van start gegaan. Goed opletten, want in de tweede ronde heb je die tussensprint. Die is herkenbaar aan de boog. Hier wippen de renners over een gracht. Hoe breed is die, Paul? Dat gaat toch richting 1 meter, geloof het of niet. Er is nauwelijks iets van te merken, maar als je er van dichtbij zou... Ja, hier kun je dus echt wel een mooi beeld van krijgen. Ja. En het is echt wel springen, want opletten voor die paaltjes. Echt erover springen, niet dat paaltje raken met het achterwiel. Of je hebt wat voor. Ze ligt een beetje uitgehold, hè? Ja, maar die lag er ook vorig jaar al, die beek. En dat was een mooi, mooi stukje. Bij de initiatie hebben ze nog dat beekje dichtgelegd, maar nu voor de profs opengelegd. Er zijn wat incidenten gebeurd, maar voorlopig bij de profs echt geen probleem. Als er dan nog een verschil is tussen mannen en vrouwen, ik heb alle meisjes daar zien van de fiets wippen en dan het sprongetje met de voeten maken. Ja, en toch is dat schrik. Aan niks anders kun je dat eigenlijk wijten. Dus, want ik neem aan dat ze dat wel kunnen, maar dat is een kwestie van daar toch wel een dag voor uit te trekken. Ik moet nog een zin afmaken. Opgelet zei ik daar straks in de tweede ronde krijgen we die tussensprint. En vermits het om een tijdklassement gaat, kun je daar bonusseconden krijgen. 15 voor de eerste, 10 voor de tweede en 5 voor de derde. Uiteraard is Klaas daarin geïnteresseerd. Hij staat als derde in het cement.
En het is best moeilijk, vraag het maar aan de tegenstand, om Klaas van zo'n eerste plek weg te krijgen. Nijs in circa achtste positie, dan Meeuwse erachteraan. En eens even kijken of Albert al wat opgeschoven is. Waar zit hij? Daar kwam hij aan. Ja, dat is toch nog vrij ver. Ja. Het is niet evident om hier veel terrein goed te maken, tenzij aan de buitenkant van het park op die wat langere rechte stuk. Voorlopig stilletjes blijven zitten en de juiste moment afwachten om niet te veel krachten te verspillen. Met Peters aan het wiel, als Nijs dat nu inschat, hier op zo'n lus kan dat, dan ziet hij waar Albert nog altijd maar zit. En moet hij toch naar voren gaan en meedoen voor die tussensprint, als hij aan een uitbouw van zijn voorsprong wil denken. Maar men is er toch wel wat voor bevreesd, hè? Zeker op een snelle omloop als deze, om vroegtijdig in het krachtenarsenaal gaan te tasten. Om dan misschien wel achteraf een drash terug te krijgen. Hier liggen die balken dus. Dat zijn deze keer boomstammen, witte berken. Maar iedereen van de fiets. Niemand dat het waagt. Hier heb je Niels Albert in de eerste cross van het weekend. Doorgaans zijn beste. Morgen dus Gaveren, Schuddebolt wat. Zou dat al in het kopje spelen? Want Gaveren, dat is natuurlijk een kanjer van een parcours. Het zit nu wel heel ver. Gaveren zal wel meespelen in zijn hoofd. Maar hier, dat moet hij kunnen. Hè. Dus de vorige editie is vrij snel, droge omstandigheden. Dit past veel beter in zijn kraam. Dus nu zit hij dus heel ver. Maar dat komt wel goed. Albert heeft een achterstand op Van Tornhout van 12 seconden. Ik rond even af naar boven. Het is 11,9. Goed, ja. Pauwels is in elk geval kwiet gestart. Die is bij de pinken. Maar dat is nu niet echt zijn probleem. Zijn probleem duikt meestal op in fase 2 van de cross. Ja, en ook de omlopen die spelen wel in zijn nadeel. Als dat mag meespelen tenminste. Hij heeft ook al andere crossen, zwaardere crossen in het verleden naar zijn hand gezet. Want dat zand heeft hij ook een broertje dood, hè? Ja, dat laat hij voor de koers laat hij dat zelfs merken. En dat zijn twee belachelijke strookjes. Zitten die mannen van BKCP Power Plus en Quadro Stana, dat zijn eigenlijk ploegmaats, mag je wel rustig zeggen. Zitten die daar nu klaar om straks bij de tussensprint seconde van Tornhout en Nijs af te pakken? Zouden ze dat beseffen, de Quadro's en de Nijs Stana's? Nijs daar met een foutje, moest even de voet aan de grond zetten. Daardoor kan Meeuwse voor hem inschuiven. Bosmans volgt Nijs. En hier zien we Albert nu toch wel een paar plaatsen goed maken. Zit niet zo ver meer van de wereldkampioen vandaan. Dit is dat tussenpunt. Daar is het straks te doen dus. Meissen ook helemaal in het front vooraan. Daar kunnen de toeschouwers ook zien wat de verschillen zijn. Dan zie je toch dat er tussen de Belgische kampioen en de wereldkampioen een seconde of zes zit. Maar dan moet de snelheid er weer volkomen uit. Erg veel lussen vind ik. Deze zijn er nog eens bijgekomen. Hij is die helemaal vastplakt daar. Slecht moment, want dat is net voor de tweede zandstrook. En dan zagen we dat de Bosmans ervan profiteerde om hem voorbij te rijden. En hier de werken van Klaas van Tornhout. Met Bina, die blijkbaar niet echt veel last heeft van de rug. Dan Walslepen, hier ook doorheen laveert. Pauwels ook uitstekend. Dan zien we Meijsen. Dan Arnouds, daar komt nu Nijs. Maar die moet eerst nog Meeuwse laten voorgaan en Simunek. En dan zien we hier aan het kantje ook Jim Arnouds. Albert die even kijkt naar Dieter van Tornhout. Dieter van Tornhout hier vorig jaar nog in de top 5. Maar vandaag, en net als de voorbije dagen, niet echt goed. Dat is Meeuwse die daar de pas afsnijdt, zie je? Ja. Met zijn brace. Een brace, het is niet altijd zo, is vaak de voorganger van een lange rustperiode of een chirurgische ingreep. Oei, dat kan hij wel missen nu. Ja, laten we hopen dat het niet zo is. Een opening naar positie 7-8 daar aan de zwembadzone. Dan zitten we dicht bij de asfaltstroken. En dan zien we wat daar gebeurt. Hè. Daar heb je meestal pelotonvorming. Wordt daar initiatief genomen of stropt het? Klaas gaat door. Ja. Als je achteraan B-post bank ziet, dan weet je dat dit de op één na laatste strook is. En zo meteen gaan we dus links nemen en dan gaan we naar de echte slotstrook. Meeuwse hangt daar zo wat tussenin in niemands land. En die beseft het, die kijkt achterom. En wijselijk wachtte hij op hetgeen dat komt. Klaas van Tornhout heeft helemaal geen zin in wachten. Die denkt van, ah nee, ik ga die bonusseconde meepakken. Dan kom ik op een minuutje. Hier komt de meeste voorbij op 5 seconden. En hij is op 6,5. En Albert op pakweg 7,5. Ja, die schuift wel goed op. Gretig trouwens.
Ja, die zit daar in de buurt van Corné van Kessel, nummer 26, die daar heel even uit balans moest. Kijk, maak daar echt van elk momentje gebruik om een paar plaatsen op te schuiven. Dat is interesse tonen. Kun je in het crossen echt van het zog profiteren? Af en toe wel. Hier op zo'n omloop toch? Hasselt komt daar niet echt voor in aanmerking. Nee, ieder voor zich, God voor ons allen. En dan vooruit. Kijk. Daar heb je Albert, die in die zandstrook wel op het wiel van Nijs komt. En daar moet Maarten ergens staan. Ja, we staan iets verder bij Mark Hermans. De begeleider, ploegleider van de mannen van Quadro Stanne. Ze zijn goed gestart, hè, Mark Hermans? Ja, dat is meestal geen probleem, de start. Dus nu afwachten wat verder loopt. Maar momenteel ziet het er heel mooi uit, hè. Met Marcel Meijzen en Martin Bina mee van voor. Dus het ziet er goed uit. Veel renners hebben pijntjes. Hoe is het met de rug van Bina? Ja, als afwachten halverwege de wedstrijd krijgt hij meestal wel wat last. Ja, het is afwachten, maar het gaf een hele goede indruk met opwarming. Dus ik hoop dat het vandaag wel kan houden. Oké, prima. Dankjewel, Mark Hermans. Mark Hermans, tot goed een jaar geleden nog begeleider van Pauwels. Hij moest hieruit. Hij deed het nogthans allemaal gratis. De eerste ronde is afgelegd in 7.35 met een moyenne van bijna 24. 23.8. Bij de belofte reden bijvoorbeeld 7.18. Die gingen dus sneller tekeer in de aanvangsfase dan deze profs. En de vrouwen, ja, 8.27. Er is dus nog altijd een verschil. Worden de bressen gedicht daar? Dat lijkt me wel het geval in de achtergrond. Dan zien we Nijs aansluiten met Albert aan het wiel. Dus die twee die kunnen nu gaan pokeren een tijdje. Kunnen anderen daarvan profiteren? Vaak is dat zo dat er een aanval geplaatst wordt hier in Hasselt na de tussensprint. Kijken of dat weer zo zal zijn. Straks bij de volgende passage nog 6 ronden. 8 in totaal dus. Ik had op 9 gekocht. Ja, een vrij lange ronde, hè. 3 kilometer. Ja. Maar snel. Ja. En veel volk. Ik heb de indruk meer dan de vorige jaar. Dat is goed. Zit Dieter van Tournout daar naar zijn apparatuur kijken? Van Tournout die het vertikt om ook maar een meter aan een ander te laten. Dit lusje dat vind ik jammer, want vroeger konden ze hier naar boven rijden, de krachtpatsers. Hè? Ja. En nu moeten ze er allemaal af. Spijtig. Ja, dat gaat niet meer. Hier omhoog fietsen, dat is uitgesloten. Als je daar in het achterveld zit, dan word je uiteraard opgehouden. Daar waar je vroeger binnenkant op krachtpatserij naar boven kon rijden. En misschien een plaats of twee goed maken. Ingedrukte chrono, kop van de cross. Hier heb je Nijs en Albert. Albert al wat verderop, op een seconde of 7. In de lange lanen, onder de bomen. Voorlopig blijft Albert zitten in het wiel van Nijs. Hier Bosmans, hier heb je Albert en hij zit wat verderop. Oeps. Ja, een verschuiving. Het is Dieter van Tournout die aan het wiel van Nijs zit. Hier heb je weer de boomstammen. Zou niemand het proberen? In volle finale misschien, maar wie gaat zich daaraan wagen? Het zijn dus vrij ruige. De eerste is wel een gladde berg, maar die tweede van die uitsteeksels. En ook de ondergrond is echt niet te doen. Van Kessel met een hele mooie looppassage. Ook hij voorbij Nijs. En weer naar Maarten. Ja, in de wisselzone. En Sven Nijs die gaat wisselen, hebben ze ons gezegd. Hij zou zijn Griffo's inruilen voor Rino's. Dan toch, even kijken. Ja, dan mag je die tussenseconden vergeten. Daar gaat hij inderdaad de post in. En hier komt dan de wissel. Heeft hij dan fout geoordeeld? Ja, misschien toch wel. Als je ziet dat toch chaotisch kan verlopen. In het geval van Welles dan weer. Bye. En je verliert daar helemaal in het begin van de koers. Kun je daar 3, 4 plaatsen verliezen. En dat is ook het geval met Nijs. En hij was al vrij ver. Ook Taramarkas, dan zien we Welles. Daar zat nog een fiets in de weg. Welles moest die even ontwijken. Maakte nog wat misbaar. Het is allemaal hectisch uiteraard. Walsleben plakt aan het wiel. En komt Albert nog in aanmerking voor seconden? Dat is nu de vraag. Want die staat op 45 seconden van Nijs in dat tussenklassement. En we zijn, om een idee te vormen, op plusminus 25 seconden van die doortocht verwijderd.
ja, dan is het moeilijk om nog in de seconde in de bonus te geraken. Hè? Klaas gaat dat niet laten ontsnappen. Of Balslijber moest daar nog een keer een stokje voor steken. Ja, dat is een pinter en een rap vogeltje. Bosmans die op de glibberige passages altijd uitstekend voor de dag komt. En hier heb je dan die passage. Woeps, 1 van Tornhout, 2 Walsleben en dan Bina. En dan zijn de seconden weg. Dat betekent dat Klaas van Tornhout nu op 58 seconden komt in het klassement. De anderen die daar vooraan zaten doen een klein zaakje. Walsleben die komt van 1,50 op 1,40 in het klassement. Dus, maar blijft wel op zijn plek staan. Hij gaat over Van Amerongen en wordt vierde, hè, door die bonus. Dat is de essentie. Van Tornhout in elk geval binnen de minuut nu. En er komt afscheiding. Kleine gaatjes. Klaas al in het zand. En zo moeilijk om te dubleren, om mensen te passen. Van Tornhout, Walsleben. Maar dat zand lijkt me toch wel oké. Je moet al een klunt zijn om er hier niet doorheen te gaan. Ja, het is goed zand, maar het is niet echt heel lang. Wil je de titel van prof dragen, dan denk dat dit niet het probleem mag zijn. Een vaststelling. We zijn nu anderhalve ronde ver, bijna twee ronden ver. En de wereldkampioen holt achter de feiten aan. Dan zien we Meissen, die ook doorgaans goed start. In de rondse voortreffelijk voor de dag kwam, maar dan een spectaculaire terugval had. Niet echt de regelmaat zelf. Maar hier wel een parcours dat hem voorlopig goed past. Dan Bosmans, die ook goed meedraait. We zitten weer dicht in de zone van de streep en hier is Maarten. Ja, Michel, je zegt de wereldkampioen loopt achter de feiten aan. Sven is een beetje teruggezakt, hè? Inderdaad, Sven in andere straten staat bij mij, vooral duidelijkheid. Inderdaad, Sven is een beetje teruggezakt. Sven was gestart met gewone teupen en is nu overgeschakeld op Reno's. Maar hij maakte daar ook een foutje eigenlijk erjuist dat hem eigenlijk niet mag maken. Daar heeft hem ook een paar plaatjes mee. Allee, hij komt slecht in de koers nu op dit moment, maar... uiteindelijk moet Sven zich geen zorgen maken. Hij heeft een boni van 45 seconden. Hij moet gewoon zien dat hij vandaag in een tijd eindigt van de eerste. Dat is de eerste prioriteit. En al wat erbij komt, is gewoon meegenomen. Okay, prima. Voorlopig dus nog geen man overboord, Michel. Ik zie Albert op 5 seconden. Ik zie dat Nijs hier binnen doorglipt. En die volgt dan op 5 seconden, 5,5 seconden van Albert. En goede 11 seconden van de kop van de koers, dat is natuurlijk niks. Als je goede benen hebt en naar eigen zeggen heeft hij die, dan kan hij dat wel goed maken. Maar het is vooral enerverend voor hemzelf dat hij iedere keer weer achter de feiten moet aanhouden. Ja, ook het zand zal een klein beetje in zijn nadeel gaan spelen nu. Dus met die Rino's, dat is anders rijden dan met die Griffo's. Van Tornhout, Walsleben, Bina, zal er nu meegegeven. Er is ook een tussensprintklassement. Daar krijg je dan poen voor, beter aan het eind. En dan van deze fase moet Nijs gebruik maken om weer plaatsen te winnen. En rondetijd 7,27. Door die tussensprint krijg je natuurlijk een hoger gemiddelde. We zitten nu op 24,3. Van Kessel voor Nijs uit. Daarvoor nog een paar ploegmaats van Quadro Stanna. Waar Tara Marcas ook zijn plek zal krijgen na nieuwjaar. Ja, dat is een opvangcentrum voor buitenlanders. Ja, een internationaal gebeuren daar. Laten we hopen dat die buitenlanden nu ook volgen met de initiatieven. Want het moet en het blijft toch altijd van Vlaanderen komen. En voor de rest troept het wat meer bijeen. Je ziet de verschillen weer wat kleiner worden. Hè? Dat is echt waar. Dat is het geval hier. Nog altijd een lange ketting. We zagen Rob Peters, de derde in Niel. Die daar in de slotfase wegreed. Van de wat stilgevallen tegenstand. Totaal andere cross natuurlijk. Een baggercross al steeds. Met één heerser. En een uitstekende Van Aert. Mocht hij wat later ingeschakeld hebben, Van Aert heeft hier met verve de cross bij de belofte gewonnen. Die is gelanceerd. Ja, als je dat kunt. Bij de profs een paar keren gaan meerijden. En dan ja, echt op de juiste moment een mooie prestatie neerzetten. En het was al merkelijk dat dit was een verlengstuk dat hij vandaag laten zien heeft. Wegrijden van Mathieu van der Poel. Is niet iedereen gegeven. Tussen de Belgische kampioen en de wereldkampioen zitten 6 seconden. Tara Marcas sluit daar wat verder het rijtje.
Wordt een tactisch gedoe, Paul. Dat is echt waar. We hebben nog altijd maar dezelfde man aan de leiding. Dus Klaas van Tornhout. Zelfs in de start was hij helemaal present. En dat is nog altijd het geval. Kijk hoe het daar weer drummen is en hoe Simonek, of wie is het Meissen, de elleboog zet om toch maar te beletten. Het is Meissen. Kleine Meissen. Ik zou graag nog wel eens terugzien, want ik vraag me af, is dat dan wel geoorloofd dat je dat op die manier doet, zo ostentatief, vol de elleboog tegen de borst? Ja, het is niet zozeer op hij zal het niet op Nijs gemunt hebben, dus maar hij wil wel, maakt niet uit, hè? Hij wil wel zijn plaatsje verdedigen op de een of de andere manier. En dat was vrij fanatiek in ieder geval. Je blijft er van af, hè? We gaan nog eens kijken, Maarten. Hier heb je dat, daar heb je Nijs die voorbij wil en dan de elleboog van Meissen. Ja, hij doet dat vrij grof. Doe maar, Maarten. Ja, ik geef nog maar even mee dat de man die hier vandaag zijn comeback maakt, Bart Welles, dat hij voortdurend aan het stretchen is op zijn fiets. Dus die rug, dat euvel, dat is nog niet helemaal verholpen, denk ik. Nee, ondanks die infiltratie. En we lazen in een krant dat het een infiltratie was met de corticoïden. Daarmee moest Bart, en een val van Walsleben, die van pal op zijn snoet. Maar daarmee moest Bart Welles dus nog een 8 dagen extra rusten. Want met de infiltratie van corticoïden mag je niet crossen. Daar komt hij in de achtergrond een Walsleben. Dat hebben we ook bij Van der Poel gezien. Dat is even weer op je even komen, hè? Amai. Ja, dat komt vrij hard aan, dat brilletje. Ligt daar nog in de modder. Vreemd, hè? Ja, hij valt. Hij komt op zijn linkervoet terecht en die komt in een put terecht, waardoor hij helemaal uit balans geraakt. Dat is echt wel slecht neergekomen. Enorm slecht. Pauwels, nu net voor Nijs uit de post draaiend. En hij voelt of alles nog goed zit, of daar niks kaduk is in zijn nek. Ja, hij was ook een klein beetje zijn helm aan het aandraaien, dus om die terug wat vaster te zetten. En is Van Tornhout nu al van die eerste plek gekomen? Nog niet, nog altijd niet. Klaas blijft maar op kop rijden. Hij zal toch wel weten zeker dat het morgen in Asper is. Vandaar dat ik ook in mijn column in het laatste nieuws vorige week schreef. Ja, Klaas is de grootste ondernemer van het seizoen. En daar is Albert. Ja, ja. Opgelet, hè. Opgelet. Want dit is wel zijn moment, hè. Als Albert op zijn best is, zo derde, vierde ronde, als hij zich dan op kop gaat zetten en zijn motor pas echt laat aanslaan, dan gaan we wat zien. Dat wordt aflossing van de wacht. Daar moet je niet aan twijfelen. Als Albert in de buurt komt, hij koerst, hij kan het niet laten. De allerbeste Albert is de enige, mijns inziens, die hier gedurende 40 minuten van de rest kan wegrijden. En wegblijven. De tijdrijder van de cross zit klaar. En dan moet je in principe als eerste tegenstander mee zijn. Maar Van Tornhout is natuurlijk ook niet de eerste, de beste. Kijk, die versnellen, zeg. Dat zeker, dat is het zand, hè. Het zand speelt mee. Dat komt eraan, achter twee bochtjes is dat daar weer. Dus eigenlijk altijd anticiperen naar die zandstroken toe. Dat is wat we zien. Het zijn de accenten van de cross vandaag. Nu dat dan toch die boomstammen niet meer haalbaar zijn. Opletten, hier nu weer in het achterblijvend gedrum. Is Pina. Dat de Pina die helemaal zijn paard schuin zet? Maarten? Ja, bij mij Christophe Roodhoofd uit het kamp van Niels Albert. Hij zit klaar, Christophe, om een nummertje op te voeren, Niels Albert. Ja, ik denk wel dat Niels inderdaad een goede dag heeft. Zijn start was iets minder, maar hij rijdt rap voor het moment. En als hij dit tempo kan aanhouden, dan, dan zal het koers zijn direct. Ik kan dat wel, hè, om hier een halve koers op kop te vlammen. Ja, natuurlijk kan hij dat, maar hij is niet tegen Janneke en Mieke bezig, natuurlijk niet. Maar zijn tempo voor het moment is inderdaad rapper dan wat er op kop gereden wordt. Hè. Dankjewel, Christophe Roodhoofd. Niet tegen Beenhouwers en facteurs, zoals hij dat zei in de Gazet van Antwerpen. En hij had het dan over de goede oude tijd. Nou, daar, woeps, een spectaculaire schuiver van Bina. Die heel even het noorden kwijt is. Albert nu. En voelt Van Tornhout nu die inspanningen van de openingsfase? Dat gaan we nu zien. Ja, normaal mag dat niet. Hè. Klaas zal toch wel een klein beetje op reserve gereden hebben. Dus niet omdat je aan de leiding rijdt, dat je à blok moet gaan rijden. Dat zal Klaas perfect wel weten. Hij is dan ook geroutineerd genoeg. Hè. In Hammezog, hè, had je die fase waar Nijs met de Walsleben aan het wiel helemaal terugkwam tot hier bij Albert. Tot op 2 meter. En dan vertikte hij het om te wachten. En dan gaf hij gas en ze plooiden. Dat is hem. Dat is hem helemaal, zoiets. We zijn op 5 ronden.
Het was overigens van Tornhout die aan het wiel zat van Nijsvliet was. Werkend dag voor Nijs om terug aan te sluiten. Amai. Dat is een verschil van een seconde of vijf en die kijkt om. Het is van voor te doen, niet achter. Nijs genomineerd voor Sportman van het jaar, samen met Swings en Frederik van Lierde. Van Lierde uiteraard topfavoriet na winst in de Ironman. Zand, geliefkoosde partij van deze Albert. Kijk naar het verschil, de rechtlijnigheid bij Albert. En dan zie je toch dat er al wat meer slalom op zit bij Van Tornhout. En ook bij Meeuwse. Ook zien we Nijs wat meer uitwijken. Zit daar aan het wiel van Arnouts, die goed stand houdt voorlopig. Ja, Jim Arnouts. Rondetijd 7.33, dat is iets trager dan de eerste. Dat is een gemiddelde van 24 exact. Zijn de crossen ook voor Jim Arnouts om toch helemaal terug aan te sluiten naar zijn problemen met zijn scheenbeen en enkel. Maarten. Bij de bondscoach Rudy De Bie evalueert die start is van de cross van vandaag. Oh, heel mooi. Hè. Er zijn jongens die slechter gestart zijn, die toch vooraan kunnen blijven zijn. Mede doordat Klaas van Tornhout toch het tempo niet kunnen aanhouden heeft. Nu is het Niels Albert die, ja, die toch... er gaan slachtoffers vallen, denk ik, met tempo dat hij nu aan het aanhouden is. Dankjewel, Rudy De Bie. Ja, dat leek ons de logica zelf. Hoe lang houden ze dat vol? Ik zie dat Bosmans, die ook bij de belofte al behoorlijk wat corpus had, wat vermogen, wat duurvermogen demonstreerde, toch nog goed bijpikkelen. We hebben gezien in de achtergrond dat Nijs door een goede techniek een paar plaatsen wist te winnen. Het is ook echt 5-12. Hier heb je die lussenzone die mij wat breder uitgetrokken lijkt. Hier heb je Bartje Arnouts die toch nog altijd bij de heren plakt. Meeuwse die blijkbaar niet echt veel last heeft van die enkel. Zoals wij dat dan beoordelen. 6 seconden is het verschil tussen Albert en de wereldkampioen. We hebben het altijd over die twee, omdat die op kop staan natuurlijk in dat klassement. Dat is nog speelbaar. Nijs doet er in ieder geval alles aan om binnen de kortste keren in een positie te zitten die dat dus uitzicht geeft om er naartoe te springen. Zou het dan dat de droom zijn van de organisatie om hier eens iemand die vijver zien in te sukkelen? Ze komen wel heel kort, maar er is nog, bij mijn weten, nog nooit iemand ingesukkeld. Hoeft niet, hè? Nee, nee. Maar Eneco staat erop wachten. Ja. Arnouts laat een bres van een meter of 20. Hij is nu naar positie 5, hier 4 dus. En nu moet hij zelf het gat gaan dichten. Lijkt me een cruciaal moment. Als dat lang duurt, dan gaat Albert daar moed uit tappen. Je ziet Albert weer op de trappers gaan lopen. De grote moed zal pas komen als Klaas van Tornhout lost. En dat ziet er niet naar uit. Klaas is voor de zoveelste keer dik in orde. Valt eigenlijk zelden of nooit tegen. Ja, je zou kunnen zeggen nieuw. Ook, ja. Maar toen was hij ziek, hè? Te veel modder gegeten. Ja. Loopt goed, Klaas van Tornhout. Maar was ook een kanjer in het veld lopen bij de jeugd, hè? Dat verhaal ken ik niet. Loper. Heb ik het met hem over gehad na het Belgisch kampioenschap in Mol. Ja. Waarin hij zei van ja, daar was ik ook bij de betere. Dat is te merken. Zoals Welles ook, hè. Welles heeft een stratenloop gewonnen bij hem thuis in Londerzeel de voorbije zomer. Dat is algemeen bekend, Welles. Zeer goede loper. Je ziet dat Arnouts het moeilijk krijgt, dat ook Meeuwse moet bijpikkelen. Dat Paulus toch andermaal de grote moet laten gaan. Goed rugproblemen en geen stevige buikspieren. Maar wat dan 2 jaar geleden? Toen was Paulus toch een kanjer en toen won hij hier met verven. Ja, ook crossen als Namen, Zolder, allemaal geen problemen. Toen waren de spieren wel oké. En bij een nadere studie van die bomenpartij bleek toch dat Walslepen bij zijn val eventjes de bovenkant van de boomstam aantikte. We gaan naar Maarten. Ja, bij Mario de Klerk, ploegleider bij Sunweb Napoleon Games. Kevin Pauls, 9e positie, was daar straks iets beter gestart. 4e positie, evalueer zijn koers is tot nu toe. Ja, hij is vrij goed gestart, maar voor het moment is hij een klein beetje teruggezakt.
heeft daarnet wel een fietswissel gedaan. Dat zat hem terug van vierde naar de achtste positie. Nu komt het erop aan natuurlijk om mee te schuiven met Sven Nys. Maar dat is blijkbaar niet gebeurd. Dus ja, dan kan het zijn dat hij iets minder is. Want nu moest hij goed zijn voor jullie. Hè? Moet hem goed zijn. Ik vind Kevin altijd goed. Maar ja, de uitslagen zijn er op bepaalde wedstrijden niet. Goed, Kevin staat er niet, maar Klaas van Tornhout wel. Rijdt hier alweer een berensterke wedstrijd. Ja, maar de wedstrijd is nog zeker niet gedaan hoor. Ze zijn nu met twee voorop. Het komt erop aan voor Klaas om geen fouten te maken in de zandbak. Want als je 10 meter geeft of 15 meter aan Albert, kan het over zijn. Maar als Sven Nys zit er nog altijd achter op een paar seconden. Dus die heeft altijd nog Sven Nys die hem kan opvangen ook. Bedankt voor je analyse, Mario de Klerk. En die zit er doorgaans dicht op. Dat is ook in het verleden gebleken. Op een ronde of 3-4 van het einde de Klerk laten, aan het woord laten. Dan krijg je meestal een goed zicht op wat volgt. En wat volgt is bijvoorbeeld zo'n partij. Dan moet je foutloos doorheen, want dan kun je een dikke seconde winnen. In de eerste plaats goed erdoor komen en ook je eigen niet om zeep helpen. Dus je kunt ook ontploffen na die zandstrook. Nee, hij volgt nu op 4 seconden. Als je echt te fanatiek gaat. En Pauwels moet zijn ploegmaat Arnouds bij hem dulden. Daar achteraan ligt alles nog dicht op één. En dat is dan weer die typische stijl van Albert die na zo'n bocht weer fameus optrekt. En dan van Tornhout toch weer aan het rekkertje hangt. Voelt natuurlijk de hete adem van Nys en wil daar absoluut vanaf. Het gaat zeer, zeer snel. Hè. Dus dit is echt niemand laten terugkomen deze keer. Ofwel er naartoe, oftewel nog lang, lang ellende. Wat zit er bij Albert op? Ongetwijfeld heel veel, maar dat gaan we nu op de volgende strook hier op het asfalt zien. Als hij weer in zijn tijdrijderspak kruipt, dan zie ik Nys niet meteen terugkomen. Ja, het is vervelend natuurlijk. Hè? Dus hij is niet alleen, er hangt iemand in zijn wiel en dat frustreert hem een klein beetje. Dat weet natuurlijk ook deze man met al zijn ervaring. Zeker weten. Dat gaat Albert zijn voeten uithangen. Dan gaat hij toch misschien het kopje wat laten bengelen. En op die manier kan ik mijn tijd nemen om terug te komen. Is dat zo dan? Half cross nu. Ja. Nys is er bijna bij. Zou hij het nog uitzingen of nog eens één keer proberen in die zandstrook en kijken en dan evalueren van ik ga door of ik wacht op Nys. Hier heb je de groep in met Pauwels, tweevoudig winnaar hier op 12 seconden. Walsleben die toch hersteld geraakt is van zijn dreun op zijn koppie. Hier Bart Welles, die zijn dikke best doet op 20 seconden. En hier vooraan zitten we nu met 3. Ja. Maar nu, wat na deze strook? Nog eens ene keer vol daardoor. Nys is daar wat in de knoei. Ja, ja, ja. En dat is het probleem van de Rino's. En daardoor is hij die winst die je daarnet gemaakt heeft weer kwijt. Komt slecht, hè? Dus je hebt dan een halve ronde of bijna een hele ronde gegeven om terug te keren. En dan die lussen. Albert heeft een echt beeld van, ja, hij is er weer niet bij. Ik ben weer weg. Ja, dan gaat hij terug. Kijk, hij heeft gekeken. Ja. Weer voluit gaan. Hij hangt er niet meer aan. Maar gaat zijn best doen om terug te komen, Maarten. Ja, Jan Verstraeten uit het kamp Sven Nys. Ja, in die zandstrook is het moeilijk rijden met die Rino's. Hè. Moet je dan toch niet naar die Griffo's opnieuw overschakelen? Nee, inderdaad. Maar je moet één tegen de ander afwegen waar dat je het meeste met verliest en wint. Nu, de laatste zandstrook pakte Sven slecht. Dat heb ik ook gezien. Maar dan de strook daarvoor zat hij ook op Rino's en die pakte hij wel goed. Dus het hangt niet alleen van de Rino's af dat hem goed door het zand rijdt. Ja, al dan nee. Maar ik denk op dit parcours, hoe vettig dat het er nu bij ligt, is het toch beter om met je pk's, als je goed bent, op Rino's te zitten. Er is altijd een klein kloofje, maar komt hij terug bij die eerste twee? Ja, het kloofje is nu zojuist gekomen met slecht door het zand te rijden, want hij zat eigenlijk in het wiel. Maar als ik zie hoe dat Sven nu onder stoom komt, maakt me niet direct druk dat hij er niet gaat bijkomen. Volgens mij gaat hij erbij komen. Oké, dankjewel voor je analyse. Ja, hij heeft er zicht op, hè, vandaar waar hij staat, neem ik aan. We hebben wel een razende ronde, 7-17. We doen er een kwak bovenop. We halen bijna een gemiddelde van 25, 24,87. Hij is mee en voor lang. De rapste ronde tot dusver met voorsprong. Je kan nooit zeggen dat je mee bent als Albert de kop doet. Nu wel. Hij gaat ook wisselen. Ja. Albert. Maak het spel maar klaar. Ja. Wacht aan de fiets. Hè. Mm-hmm.
Daar gaan er nog terugkomen. Ja, want hier zal men toch een kleine tussenpauze moeten inbouwen nu na deze dolle vaart in het middenstuk. Straffe cadees, hè? Klaas van Tornhout, die twijfelt niet. Wel, als Klaas een goede 3-4 jaar geleden zei van ja, op een goede dag hoor ik gewoon bij die betere 3-4, ja, dan werd er gegniffeld. Dat kun je nu niet meer maken. Hè? Nee, nee, nee. Hij heeft een pak respect gekregen van het publiek. En morgen komt hij ook op een parcours dat hem volkomen ligt. Bleef vorig jaar in Gaveren tot en met de slotstrook de sprint bij Nijs. En dat kostte Nijs een heel pakket aan krachten om toch nog die overwinning uit de brand te slepen. Ja, zou het daar allemaal niet begonnen zijn voor Klaas van Tornhout in Asper? In dat beklijvend wel, ja, ja. De dreun aan Paulus, zijn ploegmaat, die heeft hij uitgedeeld in Mol, Belgisch kampioenschap. Ja, toen was hij maar knecht, hè. Dus hij gaat er ineens mee rijden in Asper. Tot helemaal, ja, in hetzelfde beeld op de foto aan de aankomst. Dus dat wil iets zeggen. Voor de rest is Paulus wel weer in beeld. Die gaat daar nu uit de bocht komen. Nu dan toch? Ja. Maarten? Nog een nieuwtje uit het kamp van Niels Albert. Hij reed daarnet met een fiets met vooraan als voorwiel Rino. En nu zal dat achterwiel ook een Rino zijn bij Niels Albert. Is dat aangewezen, Paul? Jawel, jawel, jawel. Ik denk dat het accent gelegd wordt. Hoofdzakelijk is het toch een cross die dat overal schuift. En die twee zandstroken van 50 meter, ja, daar gaat je niet die tubus voor kiezen. En is dat nu Formule 1? Een kwestie van tijdig te wisselen? Ja. Nijs die dat ziet van, ah jongens, ja, ja, jullie hebben het mij moeilijk gemaakt, maar ik ben nu wel goed. Zullen we het eens omdraaien? Hij maakt er binnen de kost 1-1 van. Hè. Dus daar straks Albert en Mark geven, blijven geven. En Nijs, ja, die pakt hem nu terug. Was daar het probleem bij Albert? Kijk. Ja. Hebben ze daar geflaterd of wat is het? Nee, niet echt. Nee. Ja, misschien een klein beetje in de weg, maar voor hetzelfde geld, het is maar afgeven. Hè. Het was niet aanpakken. Dus, dit moet Albert eigenlijk, hij moet hem van zich afschudden, zijn fiets. En enkel zich focussen op hetgeen dat hem te wachten staat, die nieuwe fiets. Misschien ook wel een goede manier om de cross heel even naar je hand te zetten. Dat is ostentatief vooraan gaan rijden, je breed maken. En is een halve ronde daar bij wijze van spreken een relatieve rustpauze inbouwen. Al was het maar een hartslag of 3-4 lager. Ja, maar ze laten het maar niet gebeuren hier. Nee, daar heb je Klaas weer. Het is altijd maar Klaas die dat absoluut niet wil laten gebeuren. Hij weet ook, als je 2 minuten pauzeert, hè, is Meeuwse daar. En wie is Meeuwse? Een laatste ronderijder. Ja, en dan krijg je misschien zo meteen wel een peloton van een man of 10. Want Wietse Bosmans is terug. Bart Arnaerts doet hartstikke zijn best om terug te komen. Zie ze maar eens komen. Je kunt de seconde zelf meetellen als dat even in beeld gebracht wordt. Van Tornhout, dat mag je wel stellen, tot dusver 2/3 van de klos op kop. De strijdlust. Daar zijn ze. Ja, met Pauwels en met Meuse. En is dat Rob Peters ook al of Van Kessel? Van Kessel. Van Kessel. Dan heb je Waalsleben en dan Arnaerts en dan Bart Welles. Je kunt opnieuw beginnen. Bina zit er nog bij. Van Amerongen. En die heeft al tegenslag gehad daar straks. Ketting eraf gehad. En die komt van heel, heel ver terug. En opnieuw beginnen, dat is dan iedere keer hier weer. En dan krijg je toch weer gapende wonden. Mensen moeten ongetwijfeld afzien. Ja. Die enkel, dat kan niet anders. Ja, Brees is een labmiddel. Ja, daarnet in een mooie positie om aan te sluiten. Hij redt dus deze keer zich helemaal vast in het zand. Zat zelfs in het wiel van Pauwels. Wel vooraf doorgenomen onder ons. Er zijn hier 2 scenario's mogelijk. Albert rijdt weg in ronde 3 of 4. Dan zien we hem niet meer terug. Of we krijgen een tactische race met aan het eind een splijtende slotronde. Dat zit eraan te komen. Ik zie er hier een paar klaar zitten die dat echt wel interesse hebben om Hasselt op hun naam te schrijven. Albert, Nijs ook. Dus op de erelijst, 3 keer Nijs, 2 keer Pauwels. En verder hebben we Bart Welles, we hebben De Knecht en we hebben Stibar. En we zijn op 3 ronden van het einde. Sterke Wietsen op kop. Wietse Bosmans. De ploegmaat van Niels Albert. Even wat meer rust in de geleden.
sprekers zijn erbij die dat ongetwijfeld kunnen gebruiken. Denk eraan, op de Koppenberg hebben ze Meeuwsen ook meegenomen. Hè? Dat wisten ze dan wel in de slotronde. En dat hebben ze ook gedaan bij de Leeuw van Laarne. In Laarne dus. Bij Berten van Damme. Op prijs. Daar heb je Bart Welles, die na de onderbreking, de lange onderbreking, hier galant mee door de bocht te gaan en bijna vooraan verschijnt. Gaat er wel voorbij gehold worden door Martin Bina. En Albert heeft zich weer op kop gezet. Weet van Tornhout aan het wiel. Hij is niet onmiddellijk, dus denkt hij misschien ga ik er nu weer een patat op geven. Hier dus Maarten. Ja, Danny de Bie uit het kamp Meeuwsen. Ja, hij is op zijn kouse voeten komen aansluiten daar vooraan, hè Meeuwsen? Hij is op zijn kouse voeten komen aansluiten, ja. Maar, want op zich is het zeker niet slecht, maar ik heb nog een paar foto's in het zand zien maken. En dat vind ik heel raar. En heeft dat te maken met die brace misschien die hij aan zijn voet heeft? Dat zou misschien wel, dat zou best kunnen, dat gaan we even achter de wedstrijd horen. Maar ik zeg het, hij maakt fouten in het zand en dat is zeker zijn ding niet. Het zal wel met die brace te maken hebben, denk ik, Michel. En nerveuze dan in de bie, dacht ik. 7-36, dat is de traagste ronde, die middenronde daarnet. Dus bij de volgende passage nog twee ronden. Albert die weet, ik moet ze afmatten. Ik moet er ook nog graag vanaf als ik wil winnen. Want in de sprint ja, ben ik de pineut. Al is dat hier altijd een vreemde sprint. Je moet altijd die bocht nog inschatten. Hè? Ja, en al die stroken vooraf. Die bochtjes, die zandstrook, dat speelt allemaal mee. Het is een sprint van een volle ronde bijna. Ideale plaats om een... Een kietje te schieten, dan moet je toch al wel wat over artistieke gaven beschikken. Ja, over kiekjes gesproken, hij zat daar als een jager. Als een mol. De mol in Hasselt. Weer een breuk. Van een breuk gesproken na het weekend. Niet het weekend van nu, maar volgend weekend krijg je een breuk. Want in het eerste weekend van december geen cross. En dan krijg je natuurlijk de grote uitvaart richting Woeps, het zuiden. Spanje, Mallorca, voor een dag of 10. Maar ook het volgende weekend, het weekend van het zand met de kokzijde, respectievelijk gieten. Van razend groot belang voor regelmatigheidscriteriums. En voor zandmannen. Eerste weekend van december geen cross. Vreemd, hè? Enfin, op dit niveau toch niet. Zal ze wel deugd doen. Eens een keertje gaan trainen in warmere oorden. Enkel sparen. Lijkt me misschien een goede datum voor de UCI om eens een verplicht weekend in het buitenland te gaan. Om daar het crosswereld op te tillen. Hebben ze ooit wel gecombineerd, hè? Igoré. Dan bleven ze daar, konden ze toch nog één crossje meepikken. Ja, maar dat is de toekomst, hè? Ja. Een wereldbekercross in combinatie met een andere grote cross daar in dezelfde regio. Bosmans heeft hier toch een paar lengte gelaten, hè, onder het beukwerk van Albert. En dan zie je dan toch dat ook Arnouds meteen weer wat van zijn pluimen laat. Dat is niet moeilijk als die kerel hier op kop begint te rijden. Waar Albert nu vooral moet op mikken, dat hij vandaag dik in orde is, dat heb je natuurlijk al lang gezien. Dat is twee dagen na één in zo'n weekend absoluut top zijn. Ja, dat krijgt hij niet klaar. Dat is vorige week aan bod gekomen, dat hij dus daar nog nooit in geslaagd is. Hij sleept daar heel even uit balans te gaan. Pakt daar wel de boomstammen op een laagste kant. Dan zien we Bosmans die al wat meer waggelt. Pauls die toch weer wat terrein prijsgeeft. Meeuwsen die in gevecht is met zichzelf. Welles die kiest voor een lange loopstrook. Ook Walslepen die perfect loopt. Ook Peters doet dat. Maar dat is om in de top 10 te geraken. Welles doet dat goed. Als hij onder de oksel kijkt, dan is hij op zijn gevaarlijkst. Albert. Wissel bij Bosmans en bij Arnouds. Het is natuurlijk zo dat als je op dit parcours snelheid maakt, dat je die vrij snel weer moet afbreken, hè, door een bocht. Dat zal hem niet echt zinnen en dat liet hij ook uitschijnen voor de start. Interviews, ze hebben er nog wat extra lussen in gelegd. Waar is dat voor nodig? Dit peloton op 9 seconden. Maar het is zoals het is. Hè. Het is de parcoursbouwer die dat de meeste inspraak heeft. Dus er heeft niemand iets over te vertellen.
Oh, maar ik heb het wel geweten in de glorieperiode van Mario de Klerk dat hij samen met de parcoursbouwer van Overijs het parcours afging. En dat hij zei van, ja, deze bochtjes heb dat dient voor niks, weg ermee. En dan gebeurde dat ook. Ja? Ja. Kan u verzekeren dat... Maar dat is lang geleden, hè? Kan u verzekeren dat er in het moderne veldrijden absoluut geen sprake is van zulke ingrepen? Geen inmenging? Nee. Hij gaat weer vertrekken. Ja, en Klaas van Tornhout heeft daar een kaartje gelaten. Zit er dan toch wat sleet op bij Klaas? Ik heb het over deze race. Ik zie het niet. Nee. 3 totaal verschillende renners en toch bijna allemaal even hard kunnen rijden. Maar wel de top 3 van dit klassement. Mannen die er eigenlijk nu, sinds de crossen zwaar geworden zijn, sinds de regenval, er toch wel bovenuit steken, moet je zeggen. Zandbak. Wat Albert doet is in de voorbereidingsfase naar die zandbak toe afmatten. Ja, wie dat hier door de knieën gaat of een fout maakt, ja, dat wordt afgestraft. Bijkomend probleem is die haakse bocht daar. Hè. Daardoor komen ze bijna vanuit stilstand in dat zand terecht. Hè. Ja, dat ondervindt Meeuwse dan ook nog eens een keer. Van Kessel doet dat prima. En hij Paulus doet dit niet graag. En dan Meeuwse die longt onder zijn klepje door. Albert voelt dat het hier in deze fase kan. Zit weer voortdurend onder de oksel te lonken. Meeuwse heeft het wat moeilijk om het spoor van Tornhout vast te houden. Hij doet dat wel vaker wat ruimte geven. Ik zou hem bijtreden, Albert. Als Nijzerman niet in de buurt was, zou ik zeggen, het kan zeker. Maar Nijs op die paar meters, beangstigend. Toch nog eens even tussendoor zeggen dat het leeftijdsverschil tussen Albert en de wereldkampioen 10 jaar is. En dat dat toch al een opmerkelijke vaststelling is. Dus een blijft straf. Poging niet geslaagd, dus weer wat relatieve rust inbouwen. Wat op het systeem gaan werken, anderen uitnodigen om over te pakken. Maar die kijken ook om, die gebaren van Krommenaas. Ja, maar die hebben het al warm gehad. Zeker weten. Maar niet warm genoeg, want ze zijn niet geplooid. Steun en medewerking. Maar voorlopig houden. Ja, dan gaan we nog mooie dingen zien. Ik denk vooral aan de strijd voor de tweede plaats bij de belofte tussen Van der Poel en Vermeers. Dat was wel wat. Is dat Van Kesseltje daar? Ja, absoluut. Maarten. Christophe Roodhoofd. Niels Albert vraagt steun, vraagt hem rond te draaien, maar dat gebeurt niet. Ja, oké. Maar ik denk ook niet dat het zo evident is om nu over te pakken. Hij heeft die man onder druk gezet en die zijn natuurlijk nu niet zo happig om direct aan de kop gaan te rijden. Dat is een beetje begrijpelijk, maar ja, dat is ook een beetje de trend blijkbaar. Met Bollema aan mee, we zien wel aan de meet. Is het zo, joh? Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat voor sommige mannen toch wel een beetje frappant, maar goed. Ieder op zijn manier, iedereen op zijn. Iedereen vecht met de wapens die hij heeft en iedereen mag dat doen zoals hij dat verkiest natuurlijk. Oké, dankjewel. Christophe Roodhoofd. Ik kan nu natuurlijk niet zeggen dat deze mensen hier vooraan, die daar blijkbaar wat haperden, dat die in Niel maar wat meebolden. Tweede keer dat die hapert. En dat op korte tijd gaat Albert daarvan profiteren. We hebben weer een bijzonder snelle Albert-ronde achter de rug. 7-17, de zesde. We zijn op minder dan 2 ronden van het einde, beste mensen. Dus 7-17, dat is de rapste. Hè? Samen met de 4e. De Albert-ronde. Kijken hoe hij dit gaat aanpakken, Nijs. De moeilijkste patriot om de laatste ronde deze te gaan. Deze bocht, dat was vroeger... Gaan we verdrijven. Een lichte nachtmerrie. Die ligt er nu bijzonder even bij. Ja, die is iets ingekort omdat daar een speeltuintoestel geplaatst is. En het echte witte zand wordt op deze manier vermeden. Dus maar hier een klein beetje naar links zou terug dat probleem kunnen laten opduiken. Het was een bocht waarin het verleden schade berokkend werd. Het zou wel eens de strijd voor de ereplaats kunnen worden hier. Hoe ver komt Walslepen nog? Walslepen die dus nu op 4 staat in het klassement omdat hij 10 bonusseconden nam in de tweede ronde. Klaas van Tornhout heeft er daar 15 genomen. We moeten straks nog naar Essen, Loenhout, Baal, Lille en Oostmalle. Dat zijn op Baal na overwegend vlakke crossen. Dat zijn eigenlijk Albert crossen. En zegt Albert daarvan, dat zijn crossen waar ik een minuut pak. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar we moeten dat altijd afwachten in de koers zelf. En Van Kessel doet er alles aan om terug te keren.
en wordt luid aangemoedigd door iemand dat daar eigenlijk niet mag lopen. De manager? Ja. Mag hij daar niet staan? Het was van Kasteren en normaal gezien worden die in een zone verwacht, maar niet in de materiaalpost. Okay. Maarten? Ja, van Kessel op maar 4 seconden, de rest op 10 seconden. En Bart Welles die vecht echt voor zijn plaats in de selectie voor de wereldbeker, want hij rijdt in 8e positie. Ja, dan is hij daar een gouden zaak voor aan het doen. Dan laat hij zien dat hij er inderdaad staat. Dat gaat om een wereldbekerselectie voor Kokzijde. En daar wil hij toch wel bij zijn, hè? In het mekka van de zandcross. Waar twee duinen staan, of liggen, en Albert Duinen en Herijgens daar. Vanwege wereldtitels. Hier heb je Van Kessel. De man uit Herentout. Ja, die is ook nog rap, hè? Ja, maar of dat gaat meespelen met die kleppers, die gekleurde duinen wellicht allemaal niet, vooraan. Wellicht niet, maar je moet mensen inlichten in de paal. Absoluut, absoluut. En Albert wordt nu zelf wat onder druk gezet. Hij is die af en toe tussensprintjes plaatst na iedere bocht. Kreeg hij maar eens de kans van Kessel om het te bewijzen. In beeld. Zou leuk zijn. Het komt bijna aansluiten bij Van Pornhout, maar dat zijn natuurlijk altijd de moeilijkste momenten, die laatste. En hij zal erover beslissen of dat het mag aansluiten of niet. Kijk naar de lange schreden van Klaas Van Pornhout. We zijn er nog in aantocht. Vecht daar maar tegen als je kleine beentjes hebt zoals deze man. Wel eens een houtstand. 50 minuten ver. Vooral de rug. En Pauwels, dat wordt andermaal knokken voor een top 10 plek. Peters schuift in de slotfase niet echt dichterbij. Laat Albert daar een lengte of 3-4. Kijk nu om. Voelt Van Kessel. Heeft Nijs gezien dat het met Albert wat minder draait? Of is dat gewoon een momentopname die nergens op slaat? Ook een beeld gekregen dat er heel veel volk op komst is. En dat kun je echt wel missen als kiespijn in volle finale. Ja, je moet natuurlijk ook denken aan die top 3. Dan krijg je ook aan de streep. Uiteraard bonificatie 15-10-5. Net zoals in die tweede ronde. Allee, Van Kessel. We hebben 4 koplopers. Ja. Corné Van Kessel is de naam. Deel in het vide, ja. Niet de meest verwachte, maar hij zit daar wel. En heeft al een paar goede crossen gereden. Op profcontract getekend. En was bij de belofte ook altijd wel in zijn sas op dit soort van eerder goed bereidbare omlopen. Ook Meeuwsen, wat dichter tegen de hekken aan om weer wat dichterbij te komen. Hangt op een seconde of 3-4. Maar hij is nu toch met een mega verzet, hoor. Echt er duchtig de pace op. Al wil Klaas Van Pornhout toch nog gaan kietelen. Kijk, daar handig binnendoor. Ja, dat is het juiste moment. Als je dan toch niet de koning van het zand bent, dan is dit de ideale oplossing. Op kop gaan rijden, alvorens dat je die strook ingaat. Heeft de klerk hem toegeroepen, hè? Maar hij weet dat ondertussen ook wel. Hij zal het wel weten, Klaas. Ik denk dat hij ondertussen zo leep is als de klerk. Hij is lang, maar heeft een slangenlijf. Kan zich door gaatjes wurmen. En hij spakt toch weer met verve over. Albert ook weer galant naar het wiel van Van Pornhout. Van Kessel, hier is Meeuwsen, waarvan we zeiden dat hij bezig was met het gat te dichten. Maar komt daarna zo'n lastige, beklijvende zandstrook zichzelf wat tegen. Ja, dat speelt hem echt wel part. Hij kreeg hier de kans, hè, om het af te maken, Meeuwsen. Maar de tijd speelt in het voordeel van Nijs. De motor nu pas echt verhit. Ja, de zaterdag loopt op zijn einde. Nijs op zijn best. Zondag nog beter. Het zal u zeker niet verbazen dat op een selectief parcours als dat vanmorgen dezelfde mensen die u hier ziet, vooral de eerste 3, de dienst zullen uitmaken. En dan zie je dat iedereen weer op zijn plek valt. Hè? Van het trapsgewijs, iedereen weer op seconden. Van het moment dat ze echt doorjassen, dan gebeurt dat. Dit kan een heel raar gebeuren geven. Aanval Albert, dan moet iedereen zich weer op gang trekken. En dan krijg je een gewijzigde orde. En dan komt iedereen weer op een ander plaatsje te zitten.
Albert laat het niet gebeuren. Meeuwse was daar. Gaat Albert nu eens voor zo'n razende slotronde zorgen? Of gaat Van Tornhout nog eens binnendoor naar de kop? Gaat er in elk geval een tussensprint uit persen? En wil als eerste naar de gevaarlijke zones. Die eerste zandzone die komt te snel, hè? Meeuwse op 3 seconden. Van Kessel op plaats 3. Niet slim van Nijs dat hij Van Kessel daar ook nog tussen gelaten heeft. Ja, dat is ver, dat is ver. Dit is niet nieuw. Hier is geen ruimte van 10 tot 12 meter soms. Hier ben je afhankelijk van wat er voor u gebeurt. En hier heb je dan zand 1. Het is de lange van Torhout die de cadans bepaalt en die daar uitstekend uitkomt. Nou, geeft er een goede snok aan. Heeft een lengte, anderhalve lengte. En blijft op de trappers lopen. Als hij wint, heeft hij die overwinning zeker niet gestolen. Zeker niet. Zit ook kort op zijn stuur, daardoor een gedrongen positie. En dat maakt hem wendbaarder. De anderen zitten langer. Doet dat perfect. Doet me een beetje denken aan dezelfde situatie in het Belgisch kampioenschap in Mol. Waar hij het ook afwerkte van de kop af. Wat was dat daar in Mol? Richting Beek, die dat er eigenlijk niet is voor de renners. Dus een gaatje laten om die jump te plaatsen. Je ziet het nauwelijks. Daar is Meeuwse. Daar is Meeuwse, laatste ronde. Hier is Arnouds en hier is Welles, dus dik in de wereldbekerprijzen. Richting Kokzijde dus, voor Kessel nu. De Cornet. Van Kessel nu. De Nederlander op kop, die bijpikkelt. Geen erg, op kop kan dat geen kwaad. Gaat hij afstoppen voor Meeuwse, Paul? Of gaat hij voor eigen rekening? Hij is voor eigen rekening aan het rijden. En of dat echt het verstandigste is, weet ik persoonlijk niet. Daar ga ik me niet over uitspreken. Maar Meeuwse kan een finale rijden. Van maar, Kessel, volgens mij ook. Maar misschien niet op één pootje. Maar heeft nog bij de profs op dit niveau nog niet in zo'n riante situatie gezeten. Weet hij wel hoe hij daar moet mee omgaan. Maar dat hij fanatiek is en lef heeft, dat is een bewijs hier. Ja, misschien kan hij van de rivaliteit van de anderen wel wat profiteren. Maar Klaas die reageert gewoon op alles. Op alles wat beweegt. Hij heeft dus wel met Klaas in de clinch gelegen en daar moet je best op letten. Klaas die met zijn achterwiel of zijn voorwiel het achterwiel van Kessel even aantikt. Dat is wat irritant natuurlijk. Met nummer 11, Meeuwse. Komt aan het wiel van Nijs. We hebben 5 koplopers. We hebben 5 koplopers. En dan heb je dat fenomeen, terwijl Klaas nu weer met een handig manoeuvre voorbij van Kessel komt, dat je met Meeuwse misschien naar die laatste kilometer gaat. Dat zijn die van die tikken. Als je daar niet tegen kunt, de daver op het lijf, kreeg dus een mooi tikje, professioneel gedaan. Van Tornhout wil andermaal naar de kop en zit andermaal aan de kop. Nog een lus en dan gaan ze naar de balken. Blijft de zaken dirigeren. De witte berken die dan ondertussen zwart zien. Van de modder. Al deze protagonisten moeten nu toch ergens een plantje in het kopje hebben. Hè? Als het lijf dat tenminste nog toelaat, daar wil ik toeslaan. Hier moet het nu bliksemsnel gebeuren. Vooral die overgang weer naar die fiets. Daar kun je een paar plaatsen mee winnen. Door een behendige loopfase in te bouwen. Hoe komen ze eruit? Amai, Albert. Nijs naar plek 3. Albert, kiest hij het ruime sop? 5 meter. Ja, dat was bijzonder snel wie daar uitkwam. 10 meter. De tussensprint van Albert. Is dat de definitieve plooi die hij daar legt? Er komt Van Tornhout weer uit die bocht. Maar dit is een fantastisch optrekvermogen van Niels Albert. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn mocht hij het op deze manier eens klaren. Hè? Dat hebben we nog niet vaak zo'n zien doen. Met zo'n riante sprint van ver in die slotronde. Ja, de sprint is ingeluid. Maar dan moet hij natuurlijk weer dat tempo eruit halen hier. Ginds krijgt hij nu weer een wat langere strook om uit te bouwen. En dan gaat hij natuurlijk ook nog eens naar het zand. Ja, dit is een heel lange om dan toch weer een pak lussen te krijgen. Corné van Kessel een schakelprobleem. Die blijft op positie 4 hangen. En Klaas van Tornhout die komt dan toch weer aan het wiel van Albert. En brengt Nijs aan het wiel mee. Het is Van Kessel die wat verderop zit. Het is Meeuwse die op positie 4 zit.
Een schuddebollen de mensen, maar hij zit daar wel, hè? Hij zit er, hij zit er. Het is een kwestie van, valt het stil of niet? Iedere kleine heuvel is nu extra afmattend. Normaal gezien kan dit nooit meer stilvallen. Ze zitten op 40 seconden van die zandbak en dan is het echt alles, alles richting aankomst. Albert andermaal met zo'n lange sprint. Gaat nu zitten, gaat nu weer in de tijdrijdershouding. Albert redt een finale. Op zijn Nijs. Ja. Wat je Nijs hier vorig jaar zag doen, daar is Albert nu mee bezig. Nog niet vaak gezien van Albert, maar het mag er zijn. Hij kan het dus. Daar voetje los van Tornhout, maar die lost dat ook goed op. Zit ook weer bijzonder snel in de pedalen. Laatste bocht en dan richting die zandbak. Toch wel belangrijk deze keer. Ja, absoluut. Leeuwsen vast, pot vast. Oei, 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 wegkans. Zat met zijn knie daar in dat kussen. Nu dus. Nu. Tijd genomen om zich te lanceren. Foutloos blijven. Daar komt het op aan. En hoe eruit komen. Posities zijn geëikt. Ze blijven in dezelfde orde. Nijs die omkijkt. Is dat een goed teken of een veegteken? Dat is een sprint. Het sprint met drie. En gaat die sprint gewoon doorgaan of komt er nog even een stilte moment? Een voorbereid moment. Dat gaat Albert zich niet permitteren, denk ik niet. Hier komen ze met z'n drieën. Maarten. Ja, op dat laatste heuveltje vooraleer ze aan de asfaltstrook gaan beginnen. Met Albert, mond breed open. Dan van Tornhout in dat wiel kort draaien ze. En gebeurt er nog een manoeuvre. Nijs probeert daar langs de binnenkant. En dan is het trekken, trekken, trekken. En in die positie, 1, 2, 3, gaan ze naar het asfalt. En Meesen die volgt hier op een seconde of 5, 6. Die doet niet meer mee voor de overwinning. Albert nu alles of niks slingert zich. Als een kanon, als een kanonskogel losgeschoten door die bochten. En nu op dat wiel plakken en eventueel nog remonteren. Nijs gaat er binnendoor. Wil daar even voorbij. Klaas van Tornhout gaat nu als eerste door die bocht. Nijs naar de kop. Albert uitgeput. Zit te puffen. Kan hij nog aan dat wiel van Nijs blijven? Nijs komt nu uit de bocht. Daar heb je de wereldkampioen. Die sprint gaat optrekken. En Nijs trapt ze uit het wiel en gaat voor de vierde keer in Hasselt winnen met een gouden sprint. Albert is tweede en Klaas van Tornhout is derde. Wat een beklijvend slotstuk. Nijs op zijn diefjes, mag je wel zeggen. En Lien Meuse. Doe het toch. Ja, ja, echt, echt. Die stronk in plastic heeft een belapt. Superconditie. En hier heb je Van Kessel, die vijfde wordt. Dat heeft hij een dijk van een veld gereden. Dan is op zes hier Arnouds. Op de zeven Welles. Dat is een prima comeback. Hij heeft zich geamuseerd. Acht Bosmans. Negen Van Amerongen. Andermaal tot tien. En dan komen we daar met een sprintje voor de tiende plaats. Pauwels die hier twee keer won. Andermaal tiende. Het is de gym. Het is Jim Arnouds. Het is de gym. Ja. Dus van pauze is geen sprake. Dus Arnouds op 10, dan Peters. En hier heb je Bina. Dat is dan ondertussen al op 12. En dan is hier Walsleben op 13. En dan is de conclusie dat als Pauwels 14e wordt, dat hij straks met de penningen aan tafel moet. Zo zei de manager dat toch. Amai. Op een minuut en vijf. Mooie crossen gezien vandaag en terwijl aan de overzijde. Daar gebeurt het, hè? Daar gebeurt het. Dit is het moment waar voor winst beslist wordt. Al had hij daar nog wel even een hapering bij het inklikken. Absoluut, wat was het? Absoluut. Dus hij heeft zich twee keer moeten herpakken. Een klein probleem. Maar dan heb je die explosiviteit en ondanks een 37 is die bij hem nog altijd groter dan die bij Albert en die bij Klaas van Tornhout. Dus, conclusie. Wereldkampioen Svenhuis heeft een halve cross achter de feiten aangehold, is dan vooraan verschenen, heeft heel lang gewacht, vooral vanuit de derde positie bekeken hoe het er allemaal aan toe ging, maar droogt ze wel af aan de streep. Dat is niet te geloven. Ja, op een bepaald moment in die laatste ronde, zelfs in vierde positie, je zou zeggen, dat is wel pokeren, dat is iets te ver achteruit geslagen, maar hij zet het dan op zijn manier weer recht. We noteren dat Klaas van Tornhout andermaal de zaken gedomineerd heeft onderweg. Met 80%, nee, 70% van het initiatief gaat lopen. Dat Albert een uitstekende laatste ronde in de benen had, maar dat uiteindelijk de sprint is die bepaalt. Je moet er vanaf geraken onderweg. Ja, kijk, hier gaat dat gebeuren. Dat kleine incidentje, schakelprobleem. Zak. Ah, het is uit zijn pedaal. Ja, ja. Ja, rechtervoet volledig uit het pedaal. Ja, ja. Klopt. Je kan ook te veel kracht zetten. En dan heel, heel snel er terug in. Ja, klaart het maar. Dat wil
toch zeggen dat ze dus tegen de limiet zaten. Want dat is niet normaal dat je daar nog een herkansing voor krijgt. Maar dat was in Zonhoven ook het geval. Hè? Dan ging je er ook uit. Hè? Ah ja, 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 voor die laatste bocht. Ja. Maar toen zat Albert niet echt in het wiel. Als dat het geval geweest had, millimeter sprintje geweest. Voilà, zo vier je als kandidaat kristallenfiets. En als genomineerde voor de sportman van het jaar. Sportman van het jaar. De overwinning hier in Hasselt. Hier is Tom Meusen en Maarten die zit daar vlakbij. Tom Meusen, ik denk dat je heel graag had meegesprint voor de overwinning vandaag. Ja, zeker weten. Ik had gewoon heel veel problemen met mijn voet vandaag. Die is heel straf vastgetipt uiteindelijk nog, omdat die brace helemaal niet ging. Maar ik kon niet door het zand rijden. Ik kon niet mijn evenwicht zoeken om de juiste lijn. En ik maakte zoveel fouten dat ik telkens op achterstand was. En dan twee ronden aan het einde viel het stil en kon ik toch nog terugkomen. En dan blijf ik ja, op een paar honderd meter van de finish met mijn manette. Ja, ik denk dat het gewoon niet mocht zijn vandaag. Maar ik had wel een goed gevoel. Mijn conditie is goed. Maar ja, foutjes en ja, dat was alles. Had je toch ergens die hoop van het blijft hier stilvallen? Ik kan die kloof dichten met de kop van de koers. Ja, ik wist gewoon dat ik nog power had in de benen. Sven zat ook derde. Ik zat gewoon in het ideale wiel toen dat gebeurde. Dus ik moest daar gewoon blijven zitten en ik had nog eigenlijk tijd genoeg om op te schuiven. En dan, ja, stom foutje. Ja. Ik denk gewoon, ja, het moment van een dag, ja, spijtig. Het was dus vooral in die zandstroken dat die brace lastig deed. Ja, gewoon. Dan moet je het evenwicht zoeken en een beetje balanceren. En die enkel is zo stevig ingetaped dat ik niet naar links of rechts kan bewegen. En dat voelde ik vandaag heel hard. Okay, bedankt voor je reactie. Tom Meusen. Hoe zat het nou weer met de uitslag? Hier heb je Nijs, wint voor Albert. Nijs loopt daardoor 5 seconden verder weg van Albert en zit hij nu op 50 seconden. Dan Klaas van Tornhout op 3, Meusen 4, Van Kessel 5, Arnoud 6, Welles 7, Bosmans 8, Van Amerongen 9 en Arnouds 10. U stelt vast dat het verschil tussen de eerste en de tiende 43 seconden is. Maar dat is vaker het geval hier in Hasselt. Zullen we nog eens kijken naar wat er te zien was? Dit was het te zien. Altijd maar weer van Tornhout. Van bij de start vooraan. Albert alweer matig gestart. Hij moest van achteren naar voren. Net als Nijs, die daar opgehouden werd door Tom Meusen. Maar toch zou Nijs snel wisselen naar een wat grover profiel. Omdat het wat slippery was. Maar voor de rest, Klaas, Klaas en nog eens van Tornhout. Altijd maar dat tempo bepalen, de wet dicteren. Beletten dat de anderen aan in cross toekwamen. Maar die anderen schoven wel op met Albert die nog dichter bij de zaak kwam dan Nijs in die eerste fase. Maar daar had je dan Waalsleben die boom aantikte en er dan bij ging liggen. Weg, riante positie. Zoals ik zei, Nijs, een halve cross achter de feiten aanhollen. Altijd maar jagen om aan te sluiten, maar dan lukte dat. En dan kreeg je de debatten onder de grote drie. Hè. De mannen die voor de eindverkiezing gaan. Wie wordt laureaat in deze trofee? Albert, van Tornhout of toch nog Nijs? Nijs, de leider, de wereldkampioen. Af en toe wat lanterfanten in de rechterstrook. Als ze daar elkaar begrijpen, als ze niet uitgeput zijn door het snelle werk van Albert, vooral dan blijven ze weg. Maar op deze manier geven ze natuurlijk jongens als Van Kessel en Meusen de kans om weer aan te sluiten. Ook dat is een gegeven in deze cross. En dan gaan we met 4 in de slotfase bikkelen. Al komt Meusen er 5 van maken. Nijs die daar overnam, dan zou je gezegd hebben, gaat hij hier een lap op geven om door te gaan tot de streep? Nee, want dan kwam Van Kessel met zijn rondje. Een hoog rondje, zoals ze dat in Nederland zeggen. Albert dan weer diep in de finale naar de kop. En dan, goh, het moment voor Meusen waarop het helemaal fout loopt. Laatste inspanning, bereninspanning van Albert. Met een slotronde de rest lam leggen. Oeps, dan hier in die laatste hectometers het manoeuvre van Nijs. En dat was dan het beslissende manoeuvre. Voor de allersnelste ronde 7 en 11, een gemiddelde van 25-2. En dat was genoeg voor winst. 1, Nijs. 2, een boze, woedende Albert. En 3. Tornhout. Ja, ik begrijp hem. Dit werkt frustratie in de hand. En ook hij is gefrustreerd. En zij willen toch eens naar die balk, die boom afvangen. Ja. Ja, je moet niet een hele koers op kop rijden. Dus om uiteindelijk de winnaar te worden. Nijs, misschien 4 minuten op kop gereden. Dus maar wel de belangrijkste. Ja. Nijs is leider, blijft leider.
Albert op 50 seconden. Van Tornhout op 1 en 8. Dan Meeuwsen die een zaakje doet. Die stond op 6, die komt op 4. Dat is op zich al markant. Met dat euvel aan de enkel. Dan Van Amerongen op 5, Walsleben op 6. Walsleben die een zaakje deed bij de tussensprint. Komt weer op zijn oude plek. Dan Arnouds, Van Kessel, Peters en Van den Brand. Maar trek maar een streep naar Klaas van Tornhout voor het eindklassement. Tenzij een wonder of ja, een ramp. Dat is waar. We hebben nu Sven Nys en Maarten. Ja, Sven Nys die al zo fris als een hoentje klaar zit om een interview te ondergaan. Helemaal gerecupereerd blijkbaar. Sven, je hebt het slim aangepakt. Hè? Nochtans geen al te beste start. Nee, geen al te beste start. En ik verloor ook wat posities in het begin van de wedstrijd. Dan ben ik toch overgeschakeld naar Rino's, omdat ik iets meer grip nodig had in de bochten. En toen ik Niels heel fel zag opschuiven, toen was het echt 5 voor 12. En dan weet je gewoon dat je heel snel naar voren moet, want anders komt er een breuk. En als je erachter zit, kom je nooit meer terug. Ik kon net komen aansluiten en toen had ik wel het gevoel dat er echt heel veel kracht op zat. Alleen is het heel moeilijk om hier je vermogen echt kwijt te raken. En dan heb ik gewoon een tactische koers gereden en geprobeerd van mee te zitten waar het moest. En ik wist gewoon als we met z'n drieën wegreden, zelfs al kwamen ze nog terug, dat kostte toch veel kracht. Ik moest gewoon zorgen dat ik in de strook voor de finish iedereen remonteerde en goed in het wiel zat als ik indraaide. En dat lukte perfect. Dus wat ik in de koers in gedachten had, is ook goed uitgedraaid. Dat manoeuvre, dat was zo belangrijk, hè, daar helemaal op het einde. Om dan vooraan te kunnen zitten, om als eerste aan die sprint te kunnen beginnen. Ja, het moet wel allemaal perfect zijn. Hè, want als Klaas voor mij in de zandbak mist, dan kan ik ook de koers verliezen. Maar ik wist gewoon, als we er alle drie goed doorrijden, dan ga ik vandaag winnen. Ik voelde gewoon dat ik nog iets extra had. Ze waren serieus druk aan het zetten na de balken. En ik had niet het idee dat ik echt op mijn limiet zat. Dus ik ben ook iets sneller in de spurt en ik denk dat dat vandaag de doorslag heeft gegeven. De snelste in de sprint, en dan zeggen ze altijd dat explosiviteit, dat afbot met de leeftijd. Daar is bij jou geen sprake van. Wel, als het aan het eind van de koers is dat niet echt alleen meer explosiviteit, dan is dat ook wel kracht. En je ziet toch, als het een supersnelle wedstrijd is, waar je met een heel groot peloton bochtje na bochtje moet optrekken, dat bij mij iets trager is dan bij de jongere generatie. Maar dit is gewoon ook op de kracht de laatste ronde. Hè. Conditie, net niet in het rood moeten of er net over, dat maakt dat je nog een versnelling in huis hebt. En die had ik. Ik schoot nog wat mijn pedaal voor de laatste bocht, maar ik had snelheid genoeg om te remonteren. Wat zegt de Sven Nys theorie dan, dat je morgen nog beter bent? In principe zou dat moeten, maar we hebben vandaag veel gegeven. En het is goed als ik de eerste dag kan winnen. Dat geeft me wel vertrouwen voor morgen. Het is natuurlijk een totaal andere koers. We zien wel. Ik ben gemotiveerd en ik voelde sinds vorige week dat het echt die stijgende lijn was. Die paar procentjes extra en die maken dat ik vandaag win. En de afgelopen weken iets moeilijker was, maar het is mijn vijfde. Ik ben wel tevreden. Proficiat nog eens, Sven Nys. En dan gaan we naar de nummer 2 van vandaag, Niels Albert. Niels, wij dachten, hij gaat het doen op zijn Sven Nys met een versnelling in die slotronde. En het leek er even goed uit, hè, voor jou. Alles? Het zag er even goed uit voor jou in die slotronde, na die versnelling, dat er een kloofje was. Ja, dat wel. Ik denk dat ik wel mag zeggen dat ik volgens mij de beste in koers was. Maar ik heb ook echt de koers gemaakt en ik heb verschillende keren geprobeerd van de koers in een definitieve plooi te zetten. Maar ik kreeg ze er net niet af. Na elk lijnkrachtstuk komt hier wel een kermisbocht en dan kun je vermogen gewoon niet kwijt. En de stukken dat ik mijn vermogen kwijt kon, kon ik elke keer wel wat wegrijden. Maar in die bochtjes kun je als tweede en derde man in de rij eigenlijk het gat altijd terug toeremmen eigenlijk. En daar verlies ik eigenlijk volgens mij echt wel de koers. En dan die sprint, dan weet je, ja, wie dat eerste die bocht neemt, die is enorm in het voordeel. Hè? Ja, dat wel. Die sprint, Sven kon er. Het was volgens mij een sprint, iedereen volledig op blok. Ik denk niet dat er van iemand echt nog overschot had, want ik heb net zo halflingen de beelden wel eens even gekeken. En het was iedereen op de meet naar de sprint. Er was niemand die nog echt kon versnellen. En Sven komt dan vanuit derde positie, eigenlijk uit het wiel, uit de wind eigenlijk nog naar voren. En dat is wel een beetje dat verschil gemaakt wordt, maar oké, ja, ik kan me in de wedstrijd winnen, maar ik ben tevreden over mijn vorm. Ik kan terug echt de koers maken en de koers op sommige parcoursen aan mijn hand zetten en dat is hetgeen dat ik nodig had. Hoe diep ben je nu moeten gaan? Want morgen is het opnieuw koers, hè? Ja, morgen is het opnieuw koers, maar iedereen heeft vandaag gekoerst en iedereen heeft vandaag afgezien. Dus het zal zaak zijn wie vandaag het beste recupereert
die morgen de koers naar zijn hand kan zetten. Ik ben daar donderdag geweest in Aspergaveren. Het is loodzwaar. Dus het wordt een heel ander parcours als vandaag. Dankjewel voor jouw analyse, Niels Albert. En dan kunnen we nog naar de nummer 3, Klaas van Tornhout. Klaas, ja, je bent niet uit de eerste 3 posities geweest vandaag. Je hebt de koers de hele tijd hard gemaakt. Het is hier wel heel belangrijk een goede start te nemen. En, ja, dat heb ik terug uitgespeeld. Ik ga liever als eerste door de zandbak dan tiende man, zeker de eerste ronde. Ik zag dat anderen moesten wisselen van fiets, omdat ze blijkbaar met de verkeerde bandenkeuze zaten. En ik zat er echt goed. Ik heb blijven druk zetten, omdat ik wist ook dat ik dat ze een klein beetje achter waren, Niels en Sven. En gewoon blijven druk zetten en ze niet te rap laten terugkeren. En dan was het gewoon duidelijk wie dat de sterkste 3 in koers waren. Van als we doortrokken waren we met 3 weg. Enkel de laatste ronde was geel link met Corné van Kessel, denk ik, die nog heel ambetant kwam doen. Ze volste recht natuurlijk. Wisten jullie dat Meeuwsen op komst was? Corné van Kessel was. Ja, hij reed op kop, maar Meeuwsen die was op komst. En die kon misschien dan wel wat doen in de sprint natuurlijk. Hè? Ja, maar de laatste ronde ging het toch zo snel. Wij hadden een klein beetje gerecupereerd de voorlaatste ronde. En de laatste ronde was gewoon op het scherp van de snee. En het was hard tegen hard. En, ja, een sprint, kun je dat niet echt noemen. Dat was gewoon een sprint van 3 stervende lijken. Had jij nog een plannetje in die slotronde? Plannetje, inderdaad. Ik ging nog voorbij Corné van Kessel net voor de balken. Met de gedachte daar volle bak te lopen. Dan, maar ja, Niels was ook nog heel sterk in die looppassage. Hij kwam nog over mij. En dat was het gewoon, gewoon in zijn wiel proberen vast te houden. Nee, Sven zat ook op een paar meter, zeg ik. Dus het was gewoon bij iedereen. We waren met 3 aan elkaar gewacht, zo simpel was het. Het was een prachtige cross. Dankjewel, Klaas van Tornhout. We onthouden vooral dat lijken toch nog kunnen sterven. Maar een klare analyse als je de 3 gespreksrondes even bijeenraapt. Ze hebben eigenlijk allemaal wel een punt. Maar de essentie is dat Albert groot gelijk heeft als hij zegt van ik kon je mijn vermogen niet kwijt, want als ik 1 keer onder stoom raak dan op volle snelheid, dan moet ik die snelheid onderbreken door alweer een bocht. Een kermisbocht. Dat is dan natuurlijk een Albert begrip. Ja. Dat wordt kietelt bij organisaties. We zijn klaar voor het podium. Ik kan u meegeven dat Nijs zijn eerste cross van het seizoen won in Las Vegas. Dat hij dan won in Ronsen, in Zonhoven, in Niel. En nu wint hij voor de 2e keer dit seizoen een Bpost Bank Trofee wedstrijd. Na Ronsen is hier Hasselt. Het is zijn 4e overwinning in Hasselt. Daarmee is hij in 9 edities uiteraard recordhouder. Waar is hij dat niet? In wereldkampioenschappen. Er zal iemand dan wat pikant opmerken. Klaas van Tornhout is 3e. Is ook 3e in het tussenklassement. Op een minuutje en een 7-tal seconden. Hij speelt zeker nog mee. Niels Albert staat op 50 seconden. Op plek 2. En krijgt nog een aantal parcoursen waar hij al wel won. Hier in Hasselt won hij nog niet. Was er wel dichtbij vandaag. Maar het wordt andermaal Nijs die op het hoogste trap mag kruipen. En die na deze cross ook nog eens een zaakje doet. Een zaakje in het klassement. Zij voor de start. Ik hoop verder uit te bouwen wel van 45 naar 50. Het kan erop aankomen. In Loenhout krijg je, en ook in Essen, maar vooral in Loenhout krijg je vooral een Albert parcours. Maar dan komt Baal weer in. Dat is iets anders. Hij is er wel te pakken, maar dan moet je wel heel vroeg opstaan. Het is er al een paar gelukt. Boom, Montara wel eens, de Klerk. Het zou wel eens kunnen dat deze 2 tot diep in het seizoen, tot zelfs na de wereldkampioenschappen, voor die trofee zullen moeten gaan. Hè? Want de finales zullen gereden worden, zowel in de Superprestige als in de Bpost Bank Trofee na het WK in Hoogerijden. Ja, en dat het daar ook nog bikkelen wordt. Hè? Dan moet er ook nog reserves zijn. Voor de wereldbeker? Nee, dat mogen ze ondertussen wel schrappen. Hè? Dat is gedaan. Iedereen was hier, zei Klaas van Tornhout. Of wie was het? Was het Albert? De groten waren hier. Het was Albert dat zei. Maar jij had dan onmiddellijk een naam klaar.
Ja, dat klein gevaar uit Nederland. Lars van der Haar heeft... Die was hier niet. Was hier niet. Dus hij heeft niet die inspanningen gedaan. Krijgt dus wel het zware parcours van Aspergaveren. Dat er toch wel stralend bij ligt. In crosstermen dan. Ja. En dat zal misschien iets te hoog gegrepen zijn voor hem. Dus maar op een parcours dat hem zou passen. Ja, dan was hij de grote favoriet geweest. Maar nu nog geen schrik van. Wat we ook moeten zeggen, dat is dat we hier van de felst betwiste edities van altijd al, van de voorbije 900 dus gezien hebben. Mm-hmm. Er is niet galanterfant onderweg. Het was knokken tot en met de laatste hectometer. Amper gezien, zo'n koers zoals vandaag. Van het begin af aan keihard gespeeld door Klaas van Tornhout. Dan was er Albert natuurlijk. Nooit gezien. Als je nu verwijst naar de koers van Niel bijvoorbeeld, waar ze allemaal naar elkaar keken op een bepaald moment. Maar nu vandaag, daar was geen sprake van. Dit was het allerhoogste. Er was niet meer in de benen. Goed. 1 Nijs, 2 Albert, 3 van Tornhout. Dat is het verdict. Kom aan Nijs, zeggen zij. Ik dank André en Paul en geef graag het slotwoord aan Maarten. Ja, je mag die drie mannen die daar net op het podium stonden gerust de grote drie van het seizoen tot dusver noemen. Dat was het. De cross in Hasselt, de hoofdstad van Limburg. En over exact 1 week dan trekken wij naar West-Vlaanderen voor de eerste manche van de wereldbeker op Belgische bodem. Dan gaan we baggeren in het zand. Ik wens u allemaal nog een heel fijn weekend. En aan iedereen die vanavond nog het concert van The National meepikt. Tot straks. Dag. Dat is deze jongeman die heeft...